De komende 20 jaar realiseert Breda bij het station een nieuw groot stadsdeel van 160 hectare via Breda. Er is 31 hectare voor kantoorruimte gepland en er komen 5000 woningen. Maar als je nu door Breda rijdt, zie je al veel kantoren leeg staan. En er komen straks nog eens vele vierkante meters kantoorruimte bij. Is dat niet bouwen voor leegstand? We hebben inderdaad wat leegstand in Breda, maar uh, niet meer dan andere grote steden. Dus op zich zou je kunnen zeggen dat is de gebruikelijke leegstand. Maar we hebben natuurlijk wel een heel programma van kantoren. Wat wij specifiek willen realiseren bij het nieuwe station, omdat wij ook een aansluiting krijgen op de HSL. En uh, dat wordt ook een hele goede omgeving om nieuwe kantoren naartoe te halen. Een belangrijke bespeler van de kantorenmarkt is Zadelhof. Hoe denkt makelaar Willem Jonkmans hierover? Wij zitten zelfs onder een norm die landelijk telt voor de hoeveelheid leegstand ten opzichte van het totale aanbod. Dat is in Breda rond de 4-5 procent en dat is landelijk ligt dat tussen de 7 en de 9 procent. Breda is druk op zoek naar gebruikers voor de kantoren en is daar volgens projectwethouder Aarts in geslaagd. Gelukkig hebben wij onlangs de rechtbank en het belastingkantoor. En we hebben nu ook gesprekken met het World Trade Center. Dus we hebben gelukkig ook wat grote eindgebruikers kunnen interesseren. Maar we moeten dat vooral ook blijven doen. Nu de investeerders aarzelen, praten gemeenten met provincie en de landelijke overheid. Dit probleem hebben wij ook aangekaart bij de gedeputeerde Rupp, die is hier geweest twee weken geleden. En het is eigenlijk een probleem wat zich op dit moment voordoet bij heel veel sleutelprojecten van het Rijk. Dus ja, we hebben gewoon steun nodig van hogere overheden. Wouter Bos helpt nu in wezen de banken. Nou, zo moet hij de gemeente gaan helpen om te zorgen dat zij deze projecten uiteindelijk gerealiseerd krijgen met de kwaliteit die iedereen wil. Maar moet Breda wel aankloppen bij de overheid? Ja, de vraag is of dat nodig is. Als er een hele grote, goede huurder uh, in zo'n project zich meldt. dan zal ook in deze tijd nog een belegger en een financier meegaan. en kan er gewoon gerealiseerd worden. Dus je moet alleen, denk ik, niet op risico bouwen op dit moment. Zo gaat het Digitpark aan de Noordelijke Rondweg ter hoogte van Teteringen ook gewoon door. Ja, DigiPark, en dat is toch een bewijs dat we weer langzaam op gang komen. Heeft net haar financiering helemaal weer rondgekregen. De bank heeft daar weer aan meegewerkt. Dus het ziet er toch weer naar uit dat we langzaam weer wat bewegingen krijgen. Dus er gloort wat hoop aan de horizon.